De laatste tijd is er veel te doen geweest over de verkoop van 180 woningen van de woningbouwvereniging voor ambtenaren. Na afloop van de politieke maandag had Pieter Pluijgers hierover een gesprek met wethouder Ritsma. Er is veel wantrouwen tussen bewoners en huurders van woningbouwvereniging voor ambtenaren en het bestuur. Nu heeft u vanavond als een soort mediator opgetreden. Nou ja, mediator. Wij hebben zelf als gemeente ook een belang, hè. Wij willen dat onze huurders in Arnhem gewoon prettig kunnen wonen. En dat belang is nu geschaad. Dus ik treed ook wel echt op namens het belang van de gemeente. En we willen rust in de tent. Dus de huurders en het bestuur moeten bij elkaar komen. U deed ook een heel nadrukkelijk appel daarop. Dat de partijen echt tot elkaar moeten komen. En dat de houding moet veranderen. Ja, van beide kanten. Er moet van de kant van het bestuur meer openheid komen, meer informatie op tafel. En de huurders moeten ook zich heen zetten over begrijpelijk wantrouwen, wat jarenlang is gegroeid. Maar dat is de enige manier om vooruit te komen en tot een goede oplossing te komen. Nu waren er verwijten naar het bestuur dat men niet communiceerde of geen informatie voorhanden gaf en niet open in zaken was. Moet dat ook veranderen? Willen de partijen met elkaar door één deur kunnen? Ja, dat moet zeker veranderen, maar het bestuur heeft wel een eerste stap gezet door een brief aan de huurders te sturen, waarin zij zeggen er komt een informatieavond waar iedereen welkom is, alle huurders, en waar in alle openheid over zaken gesproken wordt. Dus ik ga even uit van het goede. Ik geef het bestuur nu het voordeel van de twijfel. Die bijeenkomst is op 29 september en dan moet er meer vertrouwen gaan groeien. Dat zal niet in één keer gebeuren, maar daar moet er wel weer een belangrijke stap gezet worden. En zo komen we steeds, als het goed is, dichter bij de oplossing. Zal u zelf bij die bijeenkomst aanwezig zijn? Ja, dat is zeker wel mijn bedoeling, om daar zelf ook aanwezig te zijn. U zegt, u bent zelf benoemd als overlegorgaan. Ja. Maar tegelijkertijd zegt u dat het bestuur zo gesloten is als een oester. Ja, ik denk dat dat een goede metafoor is in dit geval. We zijn zelf aangesteld in de vergadering. Men heeft gevraagd om op te staan als wij deel wilden nemen aan die commissie. Daarna hebben wij gezegd, wij zijn een onafhankelijke verkoopcommissie. Dat wil zeggen dat wij alle partijen graag horen. Dus ook andere partijen die geïnteresseerd zijn in een mogelijke aankoop van dit geheel. Maar op het moment dat een bestuur geen inzage geeft in stukken, in financiële zaken, in allerlei overwegingen die ze hebben gemaakt, ja, dan kunnen wij ons werk gewoon niet doen. En wij zijn dus ook heel blij met de SP en ook met de PvdA die hier duidelijke vragen over hebben gesteld. En ook met de toezeggingen die de wethouder op dit punt heeft gedaan. Wat voor vragen heeft u als lid van de huurderscommissie concreet aan het bestuur? Nou, we hebben eigenlijk maar twee vragen. Dat zijn de vragen die spelen. Namelijk, toon aan dat er een noodzaak is tot verkoop. Hè, want dit hele verhaal is uit de lucht komen vallen. Toon aan, is er een noodzaak tot verkoop, financieel of op basis van goede argumentatie? En zo ja, is er een noodzaak? Laten we dan gaan kijken aan welke criteria mogelijke partijen zouden moeten voldoen om deze woningen over te nemen.